Mijn naam is Marius Bruin en ik sta hier op de Grote Markt voor het bekendste standbeeld van de Haarlemse held Laurens Jansz. Koster. De uitvinder van de boekdrukkunst. Althans, dat vertellen we elkaar altijd. Maar wat is er nou daadwerkelijk gebeurd? Wij gaan hier in de stad uitvinden wat er met deze man aan de hand is. Goed, de boekdrukkunst, is dat nou zo belangrijk? Dan heb je een boek. Nou, leuk. Maar in de late middeleeuwen, waarin dit verhaal zich afspeelt, schreef men alleen maar boeken helemaal met de hand. Duurde super lang. En het drukken, het uitvinden van het drukken, zorgde ervoor dat er heel veel kennis, heel veel verhalen heel snel verspreid konden worden onder superveel mensen. Een beetje zoals het internet tegenwoordig. Dat was dus een revolutionaire uitvinding. En de uitvinder daarvan, een echte held. Een held van de nieuwe tijd, van de renaissance. En daarom werd er dus al 300 jaar geleden hier op het Prinsenhof bij het gymnasium een standbeeld voor die man neergezet. Kijk, hij heeft echt klassieke uitstraling met zo'n mooie lauwerkrans en een letter in zijn hand, de letter A. Een drukletter. Volgens het verhaal liep Laurens op een dag in de Haarlemmerhout. En hij bedacht dat hij het wel leuk vond om voor zijn kleinkinderen een letter uit een beukenboom te snijden. Dus met een mes sneed hij in de bast van de boom en de letter A viel uit de boom op de grond en maakte een afdruk in het zand. En zo bedacht hij het. Drukken. Met losse letters. Ja, en ter herinnering hieraan is er eeuwen later hier op deze plek een knoepert van een monument geplaatst. Want dit is de plek waar het uiteindelijk allemaal gebeurd is. Maar wacht nou eens even. In de tijd dat Laurens Jansz. Koster leefde, was er tegelijkertijd een burgeroorlog gaande die hier verder niks mee te maken heeft. Maar om die reden was dit hele bos gekapt. Er stond hier helemaal geen Haarlemmerhout. Er was hier helemaal geen dikke boom waar die in gesneden had kunnen hebben. Maar dat maakt niet uit. Het is niet belangrijk. Laurens kwam terug uit de Haarlemmerhout naar zijn woonhuis hier op de Grote Markt. En hier begon hij met het drukken van boeken met losse letters. En ja, daarom staat er hier ook nog een mooi beeld in de gevel. En met daaronder in gouden letters het woonhuis van Koster en de geboorteplaats van de boekdrukkunst. Ja, het staat er, dus dat zal wel kloppen. Of, ja, nee, wacht nou eens even. Dat is ook onderzocht en er heeft in dit pand helemaal nooit een Laurens Jansz. Koster gewoond. Ja, wel een paar huizen verderop woonde iemand die zo heette, maar dat was een andere Laurens Jansz. Koster en bovendien in een hele andere tijd. Dus er klopt helemaal niks van dit verhaal. Als er zoveel onzeker is over deze uitvinding, hoe is dat verhaal dan toch in de wereld gekomen? En hoe komt het dat we het nog steeds vertellen? Nou, Haarlem is wel altijd een stad geweest van drukkerijen en uitgeverijen. En ja, voor drukkerijen en trouwens ook voor de stad zelf is het natuurlijk geweldige reclame als het hier allemaal is begonnen, toch? Dus die drukkerijen die wilden dat verhaal maar heel graag in stand houden. En nou, we staan hier bijvoorbeeld voor de historische panden van de drukkerij van Johannes Enschedé. Die wij vooral kennen van de drukken van de bankbiljetten, nog steeds. En deze Johannes Enschedé die begon al honderden jaren geleden met het verzamelen van boeken die Koster gedrukt zou hebben. Want als je dat hebt, ja, dan heb je echt bewijs. Deze bewijsstukken liggen nu in het archief aan de Janstraat. Nou, kijk,
En er staat hier ook een standbeeld weer van Koster. Weer een. Ja. Snap ik, want hier in het archief worden zijn bewijsstukken bewaard. En nou, ik heb hier een van de belangrijkste bewijsstukken. 1 pagina, een opengeklapte pagina uit een heel klein boekje met prachtige letters gedrukt op perkament. En is dit nou gedrukt door Laurens Jansoon Koster? Het oudste drukwerk wat we hebben? Het is heel specifiek onderzocht. En dit boekje is gedrukt toen Laurens Jansoon Koster al dood was. Als hij überhaupt al heeft bestaan. Dus het is een heel mooi oud boek, maar het is geen bewijs. Ja, daar hebben we niks aan. Gooien we niet weg, want het is heel mooi, maar het is geen. Het zegt niks over Laurens Jansoon Koster. Wat moeten we nou met Koster? Al die standbeelden. Hier, laatst kocht ik bij het tuincentrum dit beeldje. Een prachtig beeldje, maar ze wisten bij het tuincentrum niet eens wie hij was. Er klopt ook helemaal niks van het verhaal. Wij hebben in Haarlem een bedachte man die iets niet heeft uitgevonden in een verleden wat überhaupt niet heeft bestaan. Nou, dat verdient een standbeeld.